Eduard Annen, raadslid Sterk Meppel. Onlangs hebben wij in de gemeenteraad gesproken over het IHP, het huisvestingsplan voor het onderwijs. En dat was een pittige discussie, want het betekende nogal wat we daar met elkaar besproken hebben. In de Oosterboer gaat er een school dicht. In de Nieuw-Veenslanden wordt er een nieuwe school gebouwd. Er worden scholen samengevoegd, er wordt onderzoek gedaan. Kortom, het betekende nogal wat. En uiteindelijk hebben wij ingestemd met het IHP. En dat betekent dat er dus een mooie nieuwe school gebouwd wordt in de Nieuw-Veenslanden, daar waar de kinderen zijn. Maar dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen in de school, het is voor de hele buurt belangrijk. Want wij willen graag hebben dat dat een sociaal punt wordt in de Nieuw-Veenslanden. Dat men daar elkaar kan ontmoeten. Sociale cohesie, met een mooi woord. Nou, voor de Oosterboer betekent het ook nogal wat, want de tolter gaat verdwijnen daar. De Oosterboer die vergrijst wat, het aantal kinderen wordt minder. Dus moet daar ook een school weg. Best pittig. Wordt gekeken of die samengevoegd kan worden. De Reesthoever en de Makaischool. Betekent ook wat voor de omgeving rondom de Makaischool. En we hebben daar dus ook nadrukkelijk bij de wethouder om gevraagd om goed naar de aan- en afvoerroutes te kijken. Maar ook naar of daar voldoende speelgelegenheid voor kinderen is. Dus een pittig plan. En toch heel tevreden hoe het gegaan is. Wij hopen ook dat ook de manier waarop wij het gedacht hebben dat het zou moeten, dat het daar ook uitkomt. En dat die school in Nieuw-Veenslanden het hart van de buurt wordt.